we zijn hier vandaag omdat het station Amsterdam Centraal 125 jaar bestaat. En dat willen we vieren met de mensen die van het station gebruik maken. We hebben vandaag een aantal leuke activiteiten voor reizigers en bezoekers georganiseerd. Zo reed er een oude elektrische trein tussen Haarlem en Amsterdam. Vanmiddag heeft het NS Harmonie Orkest opgetreden. En straks hebben we de liggende rondleiding hier in de hal waar iedereen kan aanschuiven. Wat ik ga doen hier is uitleg geven over de schilderingen die je boven in de gewelven hier ziet. En ik denk dat de meeste mensen helemaal niet weten dat hier een ontzettend leuke decoratie is aangebracht door een schilder Sturm. Decoratieschilder, maar bedacht allemaal door de architect van het museum Kuipers. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Als klein kind altijd al veel geweest. Ik vond de hal altijd al heel mooi, maar bijvoorbeeld die afbeelding in de hoeken, die had ik eigenlijk nog nooit gezien. Dus dat is wel heel leuk om te bekijken en altijd gewoon het hele verhaal erachter. Dan zie je altijd veel meer dan je eigenlijk zelf zou zien. Aan die kant, daar zat de wachtkamer derde klas. En daar vind ik een van de leukste schilderingen helemaal bovenin. En dat is de werkster. Kunt u zien wat het is? Dit mannetje is aan het edelsmeden, dat is goudsmid. Ik vond die rondleiding geweldig om te horen van welke ambachten en de gewone man dat dan allemaal daarin verwerkt is en op zo'n mooie manier. Het was echt een luxe en een weldaad en een teken van de vooruitgang in het land dat hier zo'n prachtig gebouw voor het spoor verrees.